valt niet mee. Papa zijn. Ik ben Rowan. Rowan Rommers. Ik ben 9 jaar. En ik zit in groep 5. En ik woon in Amersfoort. Ik zit in groep 2. En ik ben Joël. En ik woon in Amersfoort. En hoe oud ben je? Bye. Lesgeven is topsport, maar daar heb je training voor nodig. Je moet voortdurend je ontwikkelen, want anders word je inderdaad een cynische lesboer. Nou, en dat is het laatste wat je moet willen worden, denk ik. Onderwijs is ook topsport. En als je de kenmerken van topsport erop legt, dan betekent dat dus dat je altijd onderweg bent naar beter worden. Dat je moet ontwikkelen, dat je geen keuze hebt, want anders raak je achter. En dat je het optimale uit mensen moet of wilt halen. En dat kan alleen maar als je het optimale uit jezelf haalt. Dat de leraar zich altijd moet realiseren dat hij een ongelooflijk belangrijke functie heeft. Hij heeft met jonge mensen te maken, die aan het begin staan van hun leven, zou je kunnen zeggen. Die eigenlijk nou, ongelooflijk veel kunnen en moeten leren. Nou, dan moet je een sfeer creëren in een klas of met de jongens en meisjes waarmee je werkt. Dat die het hartstikke leuk vinden, mooi vinden, uitdagend vinden om naar school te gaan. Nou, dat is een kunst hoor. Je doet het niet voor de katse staat, zei ik altijd tegen voetballers. Hè. Je doet het omdat je het mooi vindt. Dus ik heb ze wel eens gevraagd in tijden dat het slecht ging. Zei ik van, ga nou eens gewoon zitten en ga nou eens bedenken waarom je als 6-jarig jongetje bent begonnen met voetballen. Ja, trainer, omdat ik het mooi vond. Ja, oké. Okay. Nou, dat gevoel moet je altijd houden. Nou, waarom word je nou leraar? Waarom word je nou onderwijzer? Dat doe je omdat het klaarblijkelijk iets is wat je leuk vindt. Nou, dat moet je altijd vasthouden. Ik wil echt niet voetballen, hè, Pieter? Nee.